Hoi hoi, welkom bij Fem. In de video van vandaag wil ik jullie mijn top 5 tassen zien. Dus mijn favoriete tassen op dit moment. De tassen die ik het meest draag, het meest aankijk, het meest lief heb. Gewoon dus mijn favoriete tassen. Ik heb nog veel meer tassen, dus mocht je een stash willen zien, een tassenstash, laat het dan eventjes achter in de comments of doe een duimpje omhoog. Dan kan ik dat voor jullie binnenkort ook gaan opnemen. Maar nu laat ik jullie mijn top 5 zien. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, blijf dan vooral kijken. En ik wens je heel veel plezier. Ik ga beginnen bij nummer 5 en dat is deze tas van de H&M. Dit is een hele mooie tas waar heel erg veel in past en een hele ruime tas. Hij lijkt zo best wel klein, maar hij heeft toch een heel groot vak en er past genoeg in voor ja, een alledaags gebruik. Mocht ik een afspraak hebben, dan pop ik hier echt van alles in en het gaat altijd wel mee. En het mooie hiervan vind ik dat hij een soort van slangenprint erop heeft zitten en dat hij van die flapjes aan de buitenkant heeft. En dit doet me een beetje denken aan die Celine bags. Ik weet niet of je daar bekend mee bent, maar die hebben ook van die flapjes aan de buitenkant. En dat oogt gewoon net iets chiquer vind ik dan dat je bijvoorbeeld zo'n tas hebt. En het geeft ook weer wat extra's aan zo'n tas. Dus deze had ik een tijdje geleden gekocht bij de H&M. Ik weet niet of ze nu nog verkrijgbaar zijn deze tassen. Maar toen had ik hem geloof ik gekocht voor 35 euro. En ja, het is gewoon een hele chique tas. Hij past bij nette outfits, maar ook bij stoere outfits kun je hem dragen. Het is gewoon een hele veelzijdige en makkelijk te combineren tas. En ja, zwart is natuurlijk altijd goed. Zwart is gewoon een hele makkelijk te combineren ja, kleur. Eigenlijk is het geen kleur, want de meeste van jullie zeggen dat zwart geen kleur is en wit is geen kleur. Maar ik vind zwart wel een kleur en zwart is de mooiste kleur die er is. Dus dit is mijn nummer 5. Dan heb ik hier nog een hele mooie chique tas. En zoals je ook kunt merken aan mij is dat ik wat meer van die simpele tassen hou. Dus echt de basics. Die wel gewoon heel erg chique eruit zien, maar die ook gewoon met een stoere outfit gecombineerd kunnen worden. Ik hou dus niet van te veel franjes bijvoorbeeld of te veel poespas op een tas. Het mag voor mij wel rustig blijven. Dit is een tas die ik een tijdje geleden heb gekregen van mijn new bag. En dit is een beige kleurige tas. Hij neigt een beetje naar zandkleur. Lijkt een beetje op een Birkin tas. En Birkin tassen zijn heel erg duur. En dit is dan wel een goedkoop alternatief ervoor. Deze is van echt leer. Die van H&M was trouwens niet van echt leer. Dat is imitatieleer. Maar deze is wel van echt leer. En ik vind deze vooral mooi omdat hij ook een soort van krokprintje heeft. Net als de vorige tas. En hij heeft hele mooie ja, slotjes erop zitten. Gouden slotjes die je open en dicht kunt draaien. En dan vind ik dit ook wel heel erg mooi. Dat er zo'n soort slotje nog aan vast zit. Die je eigenlijk niet kunt gebruiken volgens mij. Want ik zie verder geen sleuteltje of zo. Maar het idee is wel heel erg leuk. En dat vind je vaak. Vaak vind je dat soort details terug echt bij die duurdere designer tassen. Dus ja, ik vind het wel een heel leuk goedkoop alternatief. Deze behoort tot mijn top 5 omdat die gewoon heel erg makkelijk te combineren is. Beige past net als zwart overal bij. En ja, hij ziet er gewoon heel erg mooi uit. En er past ook heel erg veel in. Dus dit is echt een favorietje van mij. Op nummer 3 staat deze tas. En dit is een soort van boybag, noemen ze het ook wel. Eigenlijk is dit meer een Chanel lookalike. Chanel heeft ook een soort tasje met ja, zo'n printje aan de zijkant. En een soort ja, lijn rondom. En dan ook met zo'n chain eraan. Ja, ik vind hem heel erg tof. Ik heb deze tijdje geleden ontvangen van Comget Fashion. En sindsdien ben ik er helemaal dol op. Hij heeft een soort van klikslotje hier. Dus je kunt hem makkelijk open en dicht klikken. En dan heeft hij aan de binnenkant genoeg ruimte om bijvoorbeeld ja, een dagje de stad mee in te gaan. En daar gewoon je lipglossje, je portemonnee en zo in te stoppen. Hij is niet te groot. Hij is gewoon een perfect formaat voor een dagje dat je eventjes van huis weg bent. En niet te veel mee hoeft te nemen. Daar is deze gewoon echt heel erg handig voor. Dit is mijn nummer 3. Dan op nummer 2 staat deze tas. En deze tas is van Lowis.com. En dit is ook een beige kleurige tas. Maar hij is iets anders beige dan die tas die ik net liet zien. Ik zal ze even vergelijken. Oh, kijk. Zo zien ze eruit naast elkaar. Dit is die van My New Bag en dit is die van Lowis. En die van My New Bag is meer assig. En die van Lowis is wat meer beige met een warme ondertoon. Dus echt beige. Ik vind deze vooral heel mooi omdat hij ja, echt gewoon bijna hetzelfde is als de Celine bags. En die van de H&M komt ook dicht in de buurt, maar meer vanwege de vormen en het idee erachter. Maar deze is gewoon echt ja, bijna identiek aan de Celine bags. Alleen heeft deze dan niet het logootje erop en is hij waarschijnlijk net iets anders qua vorm. Maar hij lijkt erop en daarom vind ik hem zo tof. En hij is ook best wel groot. Hij heeft hiervoor een soort ritsvakje waar je dingetjes in kunt doen. En dan heeft hij hier ook aan de binnenkant heel veel vakjes. Maar die zal ik maar niet laten zien, want het is echt van alles in deze tas. Omdat ik hem van de week nog heb gebruikt. Maar dit is echt een favoriete tas van mij, omdat hij gewoon lekker ruim is. De kleur is makkelijk te combineren. Beige, altijd goed zoals ik net al zei. Dat is die andere tassen. Ik hou gewoon van de basics, dus de neutrale tinten. Ik heb ook wel andere tinten tassen, bijvoorbeeld zalmroze.
Maar die vind ik net iets moeilijker te combineren. Vooral in de herfstperiode. Dan draag ik liever die neutrale tinten. Zoals beige, zwart, grijs. Noem maar op. En dan is, ja, dan is zo'n tas natuurlijk onmisbaar in mijn top 5. Dus deze staat op nummer 2. En ja, ik ben er ontzettend blij mee. En ik draag hem maar al te graag. Ik heb hem nu nog niet zo heel erg lang. Maar so far so good. En hij voelt ook gewoon lekker stevig aan. Dus dit is echt een hele mooie tas. En dan is het nu tijd voor mijn nummer 1. Dus mijn favoriete tas op dit moment. Die ik het meest bij me draag. En niet zonder reden. Want dit is mijn eerste designer tas. Dus echt gewoon, ja, dure aankoop geweest. En deze is van Michael Kors. Dit is de, ja, ik heb geen idee hoe die tas heet. Maar dit is in ieder geval hoe die eruit ziet. Het mooie aan deze tas vind ik dat hij een taupekleur, een beetje bruin taupe is. En hij heeft dan gouden details. Je ziet hier bijvoorbeeld een Michael Kors ringetje hangen. En hij heeft genoeg opbergruimte voor een laptop, een iPad. Echt alles past hierin. En omdat hij gewoon ook wat langer en vierkant van vorm is, dus ziet het er gewoon heel erg luxe uit. Het is een shopper, want hij is best wel groot en je kunt het dan ook echt om je schouders dragen zo. Het ziet er dan weer een beetje minder mooi uit als je hem om je arm heen draagt. Met die andere tassen kan het allemaal wel, maar met deze vind ik het net iets mooier als je hem zo vast hebt. Hier heb je ook meerdere vormen van. Je hebt hem ook in een groter formaat, maar ik vond deze langwerpige net iets mooier dan die andere. Die had ik ook al best wel vaak bij iedereen gezien. En toen ik in Parijs was, toen had ik deze gezien en ik dacht, oké, die neem ik gewoon mee. En het leuke is dat ik hier dus ook gewoon mooie herinneringen aan heb. Want toen was ik een weekend in Parijs met vrienden en dat was gewoon ontzettend leuk. En toen kocht ik deze tas. En dat was gewoon na lange tijd dat ik ook gewoon echt iets duurs voor mezelf had gekocht. Waarvan ik dacht van, oké, dat heb ik nu wel verdiend. Dus dit is gewoon echt mijn nummer 1 waar ik heel erg blij mee ben en die overal bij past. Ik hou gewoon van lekker makkelijk, lekker basic, zo ben ik gewoon wel. Dus ja, mijn nummer 1. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Laat ook achter in de comments wat jouw favoriete merk van tassen is. Of wat jouw favoriete tas is op dit moment. Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. En voor nu heel erg bedankt voor het kijken. En hopelijk zie ik jullie de volgende keer weer. Doeg! Hoi allemaal, welkom bij Fem. Ik ga jullie vandaag tips geven voor de leukste tv-series die je op dit moment op televisie kunt zien.